Welkom allemaal bij de kunstkring hier in Twello. Voor de mensen die de kunstkring niet kennen, heel kort even het verhaal van... Dit is een groep kunstenaars die met elkaar dit allemaal mogelijk maken. We zijn 60 mensen zijn lid van de kunstkring, 40 mensen die zijn vriend van ons. En ook een oproep aan mensen die denken van nou, ik vind dit wel een heel mooi initiatief. Ik steun dat. We hebben formuliertjes waar je vriend kunt worden, maar je kunt ook lid worden. Als je denkt, ik ben actief, wat dan ook. Maar dit is even mijn reclameverhaaltje. Wij zijn sowieso heel blij dat deze kunst uit het Hoge Noorden, Friesland, Groningen, bij ons komt. Het is een jaar geleden dat ik ineens een mailtje kreeg van Johan. Hé, wat zou je ervan vinden als Ter Wadden bij de IJssel zou komen? Toen dacht ik, nou is leuk. En daar zijn we dus wat mee aan het praten geweest. 2 jaar geleden hebben we hier ook de IJssel hier in de galerie gehad. Dat was in het kader van de IJsselbiennale. Dus we zijn al wat met water gewend. Dus dit is weer een hele andere invulling. Johan die gaat straks de mensen voorstellen die betrokken zijn bij deze expositie. Daarna zal Jan ter Lauw en Sanne ter Lauw, die zullen daar aanvulling geven. En die zullen dan ook daarmee de expositie openen. Ik hoop dat iedereen goed kan verstaan, want we hebben op dit moment geen microfoon. Maar als dat wat lastig is, dan moeten mensen achterin gaan roepen of je moet wat meer naar voren komen. Maar goed, Johan. Ja, hallo. Mijn naam is Johan van der Doon. Ik ben een van de kunstenaars. Een aantal jaren geleden heb ik Nienke ontmoet. Nienke Venema en Corina Blom en Karin. En ik heb die er vandaag helaas niet bij kon zijn vanwege bepaalde omstandigheden. Heel jammer. Maar ik wil die twee dames die ik in Gorredijk ontmoet heb, lieve collega's, ook even wat aan jullie voorstellen. Jullie kunnen hun werk overal zien, net als het werk van Karin van Berne. Het is allemaal één mooi geheel geworden en het is bedoeld als een statement over de Wadden. De Wadden waarvoor je het gevoel hebt vanwege de vogelsterfte en dergelijke dat het echt 5 voor 12 aan het worden is. En daarop geef ik nu het woord aan Jan. Oké, dankjewel. Dank u wel. Dames en heren, zeer vereerd dat wij hier zijn uitgenodigd. U hebt vast deze week het rapport gezien, of een verslag over het rapport van een wetenschappelijke commissie van de Verenigde Naties over de biodiversiteit. En dan hebt u daarin ook gelezen dat het uitermate zorgwekkend is. We hebben dat hier, je hoeft niet eens dat rapport te lezen. Hè? Vorig jaar hebt u kunnen lezen in de krant dat 75% van de insectenmassa in Nederland en in Noord-Duitsland is verdwenen. De biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% van wat het was in het jaar 1900. Je kunt lezen dat de industrialisatie van de landbouw de grutto doet verdwijnen en de veldleeuwerik. Het is zeer verontrustend. En de Waddenzee is misschien wel een van de allerbelangrijkste gebieden waar biodiversiteit tot stand is gekomen en in stand blijft. Er zijn theorieën dat het leven zo'n 4 miljard jaar geleden is ontstaan in een gebied als de Waddenzee. Waar het samenspel is van droog en nat en wind en zon. Daar kunnen moleculen ontstaan, denkt men, waaruit het leven dan langzamerhand is gegroeid. Nou zijn hier 4 kunstenaars en die laten hun gezicht op de Waddenzee zien in heel mooi werk. Wat heeft Twello nou in vredesnaam te maken met de Waddenzee? Alleen al hierom, omdat we er allemaal mee te maken hebben. Het beschermen van de natuur gaat ons allemaal aan en ook in Twello. Ik kan me ook afvragen, waarom word ik nou met mijn dochter uitgenodigd om hier over de Waddenzee te komen praten, een tentoonstelling over de Waddenzee. Dan moet u weten dat ik iemand ben die is geboren in de bossen van de Veluwe, of opgegroeid. Opgegroeid in Gadderen, Speulderbos, ja, Bunschoten, of hoe heet dat daar? Boeschoten.
Dichtbijzijnde water was op een kilometer een heel klein poeltje, het Zolse gat. En daar leerde ik stuntelig schaatsen rijden. En toen kon ik het beter leren 4 kilometer afstand op het Uddelermeer. Waar in de tijd van Jan van Schaffelaar de heks op de Hunneschans regeerde. Zoals we nog weten uit het boek De Schaapherder. Totaal geen Waddenzee, of wat maar in de verste verte daarop leek. En ik wist helemaal niets van getijden af enzovoort. En toch heeft het leven me in de buurt van de Waddenzee gebracht. Heel intensief. Toen ik in 1971 lid werd van de Tweede Kamer, wisten we nog niks van klimaatverandering. En we kenden het woord circulaire economie nog niet. En duurzaam. Maar we begonnen wel de natuur te beschermen. Dat begon toen te groeien. En ik, die zo dicht bij de natuur ben opgegroeid, interesseerde me daar zeer voor en ging me bezighouden met openhouden van de Oosterschelde en beschermen van de Waddenzee. Ik werd benaderd door de Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. In vredesnaam, geen boringen in die Waddenzee enzovoort. En ik ging dat heel intensief doen en raakte er intensief bij betrokken. En toen kregen we de gelegenheid om een platbodem te kopen. Kun je dat voorstellen? Een platbodem, een zeilschip met zijzwaarden en een platte bodem. Mensen, zo heerlijk. Jaren hebben we gevaren op het IJsselmeer en op de Waddenzee. En die keren dat we voor anker gingen op zo'n plaat en dan urenlang in alle rust het water zagen weggaan, tot je uit je schip kon stappen. Platbodem, bleef mooi rechtop staan. Ook lopen over dat drooggevallen wat. Weer aan boord gaan, kijken naar de vogels die daar kwamen om wat de zee daar had neergelaten op te eten. Fantastisch. En dan uren voordat het water weer heel langzaam terugkwam. En uiteindelijk 6 uur later ging je schip dan weer drijven. En dan kon je weer wegvaren. Het zijn zulke prachtige belevenissen van rust geweest die ik daar heb beleefd. Ongelooflijk. En nou ben ik hier in Twello om te kijken naar wat kunstenaars maken van de Waddenzee. En weet u, kunst is zo'n extra in het leven. Een kunstenaar die doet iets, althans dat is het voor mij, wat doet hij? Hij zorgt dat ik niet alleen maar kijk, maar dat ik ook zie. Ik heb dat heel erg nodig. Ik ben iemand die, ik heb mijn vrouw helaas overleden nu, maar die heeft mij altijd laten zien. Die zei, kijk, heb je wel gezien hoe mooi dat is? Gingen we ergens naartoe en zij ging er eerst heen en dan zat ik op een conferentie en als ik dan daarna even tijd had, dan zag ik door haar ogen Rome of Venetië of waar we ook waren. Ik heb iemand nodig die het me laat zien. En dat is wat een kunstenaar voor mij doet. Ik kan naar iets kijken en zie ik het schilderij en dan zie ik meer. Dan laat de kunstenaar me nog iets extra's zien. En dat is zo mooi aan zo'n tentoonstelling van de Waddenzee. Als je dan door rondloopt, dan denk je, ja, ik zie meer. Een betekenis van wat het is. Ik weet zelf helemaal niets van beeldende kunst in die zin. Ik kan absoluut niet tekenen. Ik zie te weinig. Ik heb veel meer met het woord. En in mijn leven is het heel vaak gebeurd dat ik in een onderwerp me moest gaan verdiepen of wilde gaan verdiepen. En dat ik dan dacht, ja, ik kan er nog wel meer over opzoeken, maar daarom weet ik nog niet waarom het me raakt. Waarom ik het mooi vind. Waarom het net iets meer doet. Laten we zeggen, de Vereniging voor Historische Boerderijen bestond 40 jaar. Wil je een jubileum toespraak komen houden? Want ze wisten dat ik ze mooi vind. Ja, oké. Ik zit dat voor te bereiden, boerderijen in Groningen en in de Achterhoek. Ja, dat kan er allemaal wel zijn. Maar dat betekent nog niet dat ik nou snap waarom ik het mooi vind. Waarom het iets doet voor me. Dan moet ik een gedicht maken. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dan heb ik een gedicht nodig. En vroeger ging ik zoeken en dan kon ik natuurlijk niks vinden wat er precies op sloeg. En ik ben ze zelf gaan maken. En als ik dat dan gedaan had, dacht ik, ja, nou weet ik de essentie. Dan kon ik het ook weer vergeten. Ze slingerden overal rond. Want er zijn er pas wat uitgekomen. En zo heb ik ook een keer, toen ik was uitgenodigd om een toespraak te houden over de Waddenzee, er gebeurde eerst nog wat anders. Ik had een artikel geschreven en ik zag het terug in eindexamenopgave van de middelbare school. Ze werd gebruikt om vragen over te stellen bij eindexamen. Niet te geloven. Over de Waddenzee, ik.
Vanuit de Veluwe. Ja. Fantastisch, hè? Maar ja, ik heb zo heerlijk gezeild op de Waddenzee. Ja. En ik hou er zo ontzettend veel van. Nou goed. Ik heb ook een keer dus een lezing voor de Vereniging Waddenzee. En ik, daar moest ik ook. Ja, ik moet de essentie pakken in woorden. Daar kan ik niet in streken. Maar dat kan ik wel een beetje in woorden. Een sonnet over de Waddenzee. Mijn dochter Sanne zal het voorlezen. Mooi, dank u wel. Waddenzee. In eeuwige aarzeling tussen zee en land, afwisselend zand en slip, ligt onontgonnen als woongebied van kokkels en van nonnen het Wad, Europa's zoute waterkant. Hier groeit het fraaie duizendguldenkruid. Hier voedt de blauwe kikkendief zijn kuiken, te midden van miljoenen aliekruiken. Hier zond de zeehond met zijn jonge bruid. De Waddenzee, soms ogenschijnlijk mat naast woestere golfslag van de oceaan, een verre tweestrijd tussen droog en nat. Is niet juist daar, bij het komen en het gaan van het getij, in het creatieve Wad, het leven zelf zo aarzelend ontstaan? Wow. Dank u wel. Dan kom ik nog eventjes. U heeft eigenlijk alles al gezegd waar ik ook naar vragen wou. Dank u wel. En daarom hebben wij ook even een presentje bedacht. Of eigenlijk, ik heb het bedacht. Ja. Als Groninger. Als Groninger. Ik dacht, ja, er zijn geen Friese lekkernijen te vinden. Dus ik dacht, ik neem maar wat Groningen. Ja, dat is wat Groningen. Ik neem een Groninger koek mee. Lekker. Ja, voor u de notenkoek en voor u de circadekoek. Woe, heerlijk. Ja, dank u wel. Ja, fijn. Mensen, kijk rustig rond. Neem een hapje en drankje. Het staat er allemaal voor. En heeft u vragen? De kunstenaars zijn hier. Schroom niet.